Vandaag gaan we het hebben over de snelfietsroutes die vanuit Tilburg naar verschillende plaatsen in de regio worden aangelegd. We gaan het specifiek hebben over de snelfietsroute naar Waalwijk. We vinden het als GroenLinks erg belangrijk dat de snelfietsroutes in Tilburg worden aangelegd. Omdat het ook ervoor zorgt dat mensen sneller de fiets zullen pakken en de auto zullen laten staan. Ook voor de wat langere afstanden. En daarvoor ga ik in gesprek met Ronald Soemers. Hoe loopt die route eigenlijk? Kun je er misschien iets meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Als we even dan op de kaart kijken, en dan zie je eigenlijk hier de hele route van Tilburg naar Waalwijk. Maar in het Tilburgse deel, hij start bij het station in Tilburg, het treinstation. Dan gaat hij langs het spoor onder de ringbaan West door, langs de Alleenhoudersstraat. En gaat dan naar het noorden bij de Rijtse Hoevenstraat. En langs die onderwijsinstelling als de Rode Pannen en de ROC's gaat hij naar boven. Gaat langs het Twee Steden Ziekenhuis en gaat dan richting Kraaiven en komt dan bij het Blauwe Meer op het grondgebied van Loon op Zand. Ik heb ook begrepen dat er innovatieve toepassingen getest worden, met name hier in de Alleenhoudersstraat. Ja, het Living Lab is een onderdeel van 650 meter van de snelfietsroute. Is al klaar, althans het asfalt is neergelegd. En dat is een onderdeel van een EU-project CHIPS, Cycle Highway Innovations. En wij testen op die 650 meter allerlei nieuwe dingen, die we hopelijk later op de hele route kunnen gebruiken. We hebben nu zogenaamd bling-bling asfalt. Daar reageert de burger niet altijd positief op. Maar dat is als je aankomt rijden, een soort glinsteringetje erin. Dat is geen glas, maar dat lijkt zo. Maar dat maakt zo'n stukje asfalt super duidelijk. En we willen experimenteren of we dat kunnen doen op elk kruisingsvlak. Zo testen we bijvoorbeeld ook, misschien hebben jullie dat al gezien, of ga je er zeker weten zien, een groene lijn over het asfalt. Dus dat noemen wij de groene loper. En daar gaan we nou eens mee testen of zoiets misschien wel in de toekomst in plaats van borden kan komen. Hè? Want je volgt een groene lijn en je rijdt van A naar B. Dan gaan we op dat Living Lab straks ook nieuwe bebording uittesten. Bewegwijzering voor snelfietsroutes aan het ontwikkelen. Dat is een nieuwe standaard die we wat ons betreft in Hart van Brabant beginnen en die in heel Nederland wordt uitgerold. Yeah. Want de snelle nieuwe fietsen van straks, die rijdt zo hard, die ziet de kleine bordjes van nu met de rood-witte namen van de ANWB, die ziet hij niet. Is een van de grote deelopdrachten. Mensen stimuleren naar het werk te gaan. Out of the car en on the bike. En in Nederland wordt heel vaak bijvoorbeeld gezegd, maar dat doe ik niet, want het is vaak slecht weer. Ja. En als je dat bekijkt, is dat helemaal niet waar. Dat valt dat allemaal reuze mee. Of er zijn geen omkleedfaciliteiten, dat is wel een dingetje. Ja. Ligt er aan welk werk je hebt. Maar al die barrières, zeg maar, die kan je vrij makkelijk slechten. Ja. En dat willen we in Midden-Brabant ook uittesten. Ja. Dus infrastructuur is één ding. Ja. Innovaties is superbelangrijk. Maar gedrag, mensen op die fiets krijgen, is het sleutelwoord. Het is de eerste die we in Hart van Brabant dan op die manier aanleggen. En ondertussen zijn we ook al Tilburg-Breda aan het voorbereiden. Dat is al bestuurlijk helemaal afgekaart dat dat gaat starten. Dan start volgend jaar, omdat Rijkswaterstaat met haar kanaal aan de slag gaat, ook de voorbereiding van Tilburg-Dongen-Oosterhout. En de laatste snelfietsroute die we aan het voorbereiden zijn, is Tilburg-Oosterwijk.